voorzitter Rien van Bokstel is bang dat het uitbreiden van de blauwe zone bij winkelcentrum De Ruwert leidt tot een parkeerprobleem voor serviceflat Sterrenbos in Os. Als je nu overdag daar de auto kwijt wilt, dan is het bijna onmogelijk. Want de mensen rijden misschien wel 4-5 rondjes. Dat wil ook het wijkpunt wat ondertussen daar gevestigd is, waar toch de nodige bezoekers komen, ook de professionals. De Imhof, waar de KBO's middags de activiteiten heeft, ja, die mensen kunnen hun auto niet kwijt. Ik moet regelmatig, als ik in de Imhof wil zijn, mijn auto in de blauwe zone zetten. Dat is de omgekeerde wereld. Ik ben het met de wijkraad eens dat de parkeerdruk voor de Sterrenbos enorm hoog is. Ik heb daarom de afdeling voor de openbare ruimte hier ook gevraagd om te kijken of wij op hele korte termijn nieuwe parkeerplaatsen kunnen creëren. Door een aantal kleine aanpassingen te doen in het parkeerterrein kan dat. Dat haalt de parkeerdruk absoluut niet weg, of dat lost niet alles op, maar geeft in ieder geval wel wat verlichting op dit moment. Voor de Nettorama en bij Apotheek Hofstede aan de kant van de Paganini-straat komen de parkeerplekken waar mensen dus binnenkort ook een parkeerschijf moeten gebruiken. Maar waarom is de uitbreiding eigenlijk nodig? Om de mensen die gebruik moeten maken van de parkeerplaatsen duidelijkheid te geven, oké, hier geldt een blauwe zone. De meeste mensen zijn er nu aan gewend dat daar een blauwe zone is. En het functioneert ook goed, daar is tevredenheid over. Alleen dat stukje was gewoon even onduidelijk van waar hoort dit nou bij. En vandaar dat we hebben besloten voor deze uitbreiding. Rien van Bokstel vindt dat er met de uitbreiding van de blauwe zone had moeten worden gewacht tot duidelijk is wat er met het terrein van het winkelcentrum gaat gebeuren. Straks op termijn, en ik heb de voorlopige plannen gezien voor de omgeving, uitbreiden. Er zijn gewoon structureel te weinig plaatsen, blijkt uit onderzoek. Als wij met de IMOF en met de apotheek en de huisartsen eruit zijn, kunnen wij de parkeersituatie rondom zowel de Sterrenbos als winkelcentrum De Ruwert fors verbeteren. De wethouder verwacht dat er over 2 à 3 weken kan worden gestart met de uitbreiding van de blauwe zone.